Kun je jezelf kort voorstellen? Namaste, mijn naam is Heiko Dijker. Ik ben een tabla-speler, dat is klassiek Indiaas percussie. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland en vandaag zijn we hier in Delft door dit mooie instrument. Kun je iets meer over het instrument vertellen? Absoluut, dit is de tabla. En de tabla is het klassieke instrument uit Noord-India. En je hoort niet alleen in klassieke muziek, maar ook in tempelmuziek, in Bollywoodmuziek, in devotionele muziek en heel veel soorten muziek. Maar het komt uit de klassieke traditie. Het is een paar honderd jaar oud. En de traditie van hoe we het leren bestaat al een paar duizend jaar. Je leert het echt als een taal. Elke aanslag heeft een naam, een monosyllabe. Dus als ik zeg ta, dan kan ik spelen. Toen. Titte. Ge. Ke. Gecombineerde aanslagen. Ta en ge. Samen wordt da. Din. Kleine woordjes. Da da titte. Da da titte kitte. Getakke getakke din. Dat betekent dus als, heb je vandaag lekker gegeten? Je bent terwijl je aan het reizen was in contact gekomen met de tabla. Wat trok je eigenlijk aan tot de tabla? Ik ben na mijn middelbare school gaan reizen, gaan liften. En ik wilde de hele wereld rond, maar na een jaar lang liften kwam ik in India terecht. En daar hoorde ik klassiek Indiaanse muziek. En de hele muziek raakte me heel diep. Van het meditatieve begin, met alleen maar één melodielijn, met heel veel verfijnde ornamentatie en veel diepgang. En op een gegeven moment komt dan de tabla erbij. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dat die tabla erbij kwam, was alsof het hele universum explodeerde in een klankkleurenpalet van poëtische ritmes. En dat trok me enorm aan en ik heb een instrument gekocht en ik ben in India blijven wonen een paar jaar en ben daar begonnen met tabla leren. Kun je de tabla ook leren spelen als je niet naar India gaat? Absoluut. Ik geef zelf les. Ik heb op het consortium geleerd van een Nederlandse tablameester, Ted de Jong. Dus er zijn heel veel mensen die ook lesgeven. En we hebben hier eigenlijk sinds eind jaren 50 al een hele groep mensen die zich heel erg inzet voor klassiek Indiaas muziek op hoog niveau. En vandaar dat we best wel een rijk cultureel leven hebben van de klassiek Indiaas muziek, gelukkig. Waarom vind je de bekendheid van de tabla zo belangrijk en waarom geef je deze workshops? Het is natuurlijk het mooiste instrument van de wereld en de mooiste muziek van de wereld, vind ik persoonlijk. Het is een hele rijke muziek. Voor mij persoonlijk is het een verbinding met bijna de onverwoordbare lagen van het leven. De schoonheid van het leven. Het verbindt sowieso met hier heel aards met mensen, zoals we net hebben ervaren. Je brengt al mensen samen met muziek. Deze muziek heeft een kracht die je innerlijk doet, nou ja, kleuren laat ervaren, emoties laat ervaren, vrede laat ervaren, schoonheid, innerlijke schoonheid, maar ook het nodigt uit tot contemplatie, het nodigt uit tot meer innerlijke rust. En die schoonheid van de muziek zelf en het effect daarvan, dat mag voor mij absoluut de wereld meer en meer in. Wat voor kleuren of emoties heb je net ervaren? Voor mij was het, we hebben twee raga's gespeeld. De eerste was Jaunpuri, dat is een soort melancholische raga. En dan melancholisch in de zin van een soort verlangen naar schoonheid die bijna onbereikbaar is. Dat gevoel, dat had ik vooral bij de eerste raga heel erg. Mooi. Welke technieken moet je beheersen om tot 's werelds beste tabla-spelers te behoren? Er zijn ontzettend veel technieken. Het is voornamelijk met de vingers spelen we, de vingertoppen. Dus je moet uren en uren, tienduizenden uren studeren om heel ontspannen en efficiënt te kunnen spelen. En er zijn allemaal combinaties. Er zijn heel veel technieken en combinaties. Je moet een taal leren. Het is net als praten. Dus welke technieken zijn nodig? Het is net als echt een taal leren. Hoe meer vocabulaire je hebt, wat mij betreft, hoe helderder je spreekt. Je articulatie moet mooi zijn. Wat mij betreft poëtisch, want we hebben het over kunst. Wat mij betreft ook gaat het heel erg over jezelf integer uitdrukken. Dus de techniek
is zeg maar een soort een voertuig om jezelf uit te kunnen drukken. Dus hoe meer je techniek je beheerst, hoe meer je jezelf uit kan drukken. Maar dan nog vind ik zelf het belangrijkste hoe integer en hoe mooi is je verhaal wat je vertelt. Dus dat vind ik belangrijker nog dan de techniek. Maar de techniek, ja, er zijn eindeloos veel technieken. Dus. Morgen speel je in het concert De Zijderoute in de Van der Mandelenzaal. Wat voor stukken ga je hier spelen? Bij De Zijderoute morgen heb ik de eer om een tabla solo te spelen. Dus ik ga een vrije improvisatie doen, gebaseerd op traditioneel repertoire. Maar ik neem het heel vrij. Normaal spelen we echt maar op twee trommels. Eén linkerhand drum, de bas. En de rechterhand drum, de daya, voor de hoogtonen. Morgen neem ik vier van deze rechterhand trommels mee, waardoor ik meerdere stemmingen heb. En daar ga improviseren en we weten nog niet hoe dat gaat eindigen. Kan je kort nog iets over het hamertje vertellen? Want tijdens het concert zagen we dat je ergens op aan het slaan was met een hamertje. Ja, ik ben heel lief voor mijn tabla, dus ik doe geen pijn. Maar de hamer is om te stemmen. Je doet de grove stemming doe je op deze klosjes, door die klosjes. Als je naar beneden slaat, wordt de spanning hoger. En als je het klosje omhoog doet, wordt de spanning lager. Dus als de spanning lager wordt, gaat de toon omlaag. En de fijnstemming doe ik hier op de rand, zeg maar. Dus nu staat hij in D. En als ik dan hier, dan gaat hij omhoog. En hij moet rondom helemaal zuiver gestemd zijn. Dan krijgt de boventoon een rechte mooie klank. Die boventoon en die zweeft nu een beetje, omdat ik niet helemaal gelijk ben rondom. En nu is het mooi recht, mooi gestemd. Bedankt voor het interview en nog veel succes vandaag. Dankjewel, volhartig en met veel liefde. En ik wens iedereen heel veel plezier en schoonheid bij dit fantastische festival. Bedankt.